Het is voor veel mensen weer tijd om een echte kerstboom te scoren. Manfred Peters kwam maandag naar Schinveld om een mooi exemplaar uit te zoeken. Ik heb het gisteren gehoord, bekenden hebben hier gekocht en dan ben ik naar hier gekomen, van Gangelt, Brevern aus. En ja, het is een wirklich schöner boom en werde ik jetzt mitnehmen. Gibt es in Deutschland keine Weihnachtsbäume? Doch, auch. Aber dann hätte ich auch 7-8 Kilometer fahren müssen, dann bin ich hier nach Holland rüber gefahren. Teuer? Teuer? Ist gleiches Niveau wie bei uns auch, denke ich mal, ja. Wie teuer war der oder wie billig? Der war jetzt 30 Euro und das ist auch so der Standard, den wir bei uns bezahlen müssen. Ondanks het feit dat vorig weekend kerstbomen gratis van de Brunsumer Heide gehaald konden worden, loopt de handel in Schinveld goed. Dat komt volgens verkoper Marcel Domen door de kwaliteit. Een kerstboom wat in het wild groeit, is niet een kerstboom wat gekweekt wordt op het veld. Een kerstboom in het wild heeft gewoon hele grove naalden. Is in de zomermaanden, als de zon schijnt, schiet hij omhoog zonder zijsprongen te maken. Is eigenlijk geen kerstboom wat we hier hebben. Een kwaliteitsproduct krijg je dus niet hier. De bomen komen van ver. Dat gaat toch een klein beetje de trend worden, want door de hete zomers wat we hier in Europa hebben, is in Denemarken is het toch nog wat kouder en het klimaat is anders. Daardoor groeien deze bomen in Denemarken gewoon veel beter dan tegenwoordig in Nederland. Dat past genau in ons woonzimmer. Dat past genau in ons woonzimmer, ja, genau. Daar hangen ze alles erin? Ja, wir Kugeln, halt traditionell Kugeln und Krippchen kommt runter zu stehen, so wie das in Deutschland ist. Halt, ja. Und bis wann geht er wieder weg? Der geht meistens mit Heilige Drei Könige am 6. Januar weg. Und so lange bleibt er stehen, ja. Oder im Garten? Nee, dann geht er weg. Dann wird bei uns abgeholt und dann entsorgt. Also wieder umweltfreundlich entsorgt. Die Bäume sind durch die Krise ein paar Euro duurder dan vorig Jahr. Mehr Geld dus. En het transport per vrachtwagen van dit natuurproduct draagt eigenlijk ook niet bij aan de klimaatcrisis. Wat veel mensen gewoon niet begrijpen is, een kerstboom van 2 meter die heeft 5 of 6 jaar nodig voor die hoogte van 2 meter te bereiken. In die 5 of 6 jaar doet die boom ook gewoon CO2 afbreken en doet die gewoon met de natuur mee. En natuurlijk is het dan bruut dat wij dan om de 6 jaar komen, we zagen ze af, we gooien ze op een vrachtwagen en we zetten ze dan hier neer, maar je heeft inderdaad van de klant begrepen, ook de kerstbomen worden tegenwoordig weer milieutechnisch opgehaald, weer gezorgd dat het bij de groenafval komt, er komt groene energie van gemaakt. Ja, en dat die rit van Denemarken tot hier dan voor het milieu niet zo goed is, maar tegenwoordig met een Euro 6 vrachtwagen valt dat best wel allemaal mee eigenlijk. Dat is niet zoals de Duitser het zo mooi zegt, een gevalletje van schönreden. Nee. Dat wil ik ook niet doen. Maar ik wil dan wel altijd zeggen, want dat hoor je nooit van. Nogmaals, ja, die 6 jaar wat die boom staat, doet hij ook gewoon met de natuur mee en doet hij eigenlijk ook wel nuttig werk.